Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En ik sta in het bos. En het is echt al super lang geleden dat ik een video heb geplaatst. I know that. Kom maar, Roos. En vandaag is er dus weer een video als je dit ziet. Want ik wil weer gaan weekvloggen. En deze week ga ik het dus even uitproberen. Sorry voor het licht, want de zon schijnt heel fel. Maar ik wil dus deze week gaan weekvloggen en kijken of het een beetje lukt. En dus jullie een beetje mee kan nemen in hoe het op de nieuwe stal gaat. Ook al sta ik daar nu zo'n 3 maanden ongeveer, denk ik. Maar ja, misschien juist wel leuk dat ik het nu pas doe, want ik heb mijn draai daar nu gevonden. En ken alle mensen daar nu een beetje. Dus ik ben thuis nu een ander pad in het bos ingegaan. Dus ik heb geen idee waar we uitkomen. Maar het is zo mooi weer, jongens. Het was echt heel koud vanochtend. Maar nu het zonnetje schijnt. Het is zo mooi herfst weer. Oké, Roos. Kom. Ik denk dat we hier links gaan. Waar is ze? Maar ik ben vanochtend op stal geweest. Het is nu 12:30 of zo. Kom. Die kant. En want ik was rond 10 uur op stal. Want in het weekend gaat onze stal om 10 uur open. Toen heb ik even gereden, heb ik wel een keer buiten gezet. En ze staat nu weer binnen, want in het weekend gaan ze alleen op de paddock of in de winter. Dus dat is wel een beetje jammer. Zo, ik ben er niet meer gewend om te vloggen met de camera. Maar echt een perfecte weekenddagje. Want eerst ochtends lekker met naar mijn paardje toe en Walfrie lekker verzorgen. En 's middags met de hond lopen. En dadelijk huiswerk maken, dat is iets minder. Maar goed, mijn arm wordt lam, jongens. Ik moet hier kracht krijgen in mijn arm. Maar ja, nou is Roosje lekker aan het rennen in het bos. Jij, wat is je naam? Ze is zo schattig. Je ziet er niet. Maar oké, even weer over wat ik ga doen. Ik ga dus deze week proberen te weekvloggen. En als het een beetje bevalt, ga ik misschien wel vaker weekvloggen. Ik heb vandaag dus niet gefilmd op stal, want ik bedacht het me net pas. En ja, ik weet niet, we hebben nog een hele week om het te filmen. Het is nu zaterdag dus. En ja, ik weet niet of ik iedere dag kan filmen, want soms zijn er best wel veel mensen op stal. En ja, dan ga ik gewoon niet filmen, want ik weet niet of zij dat fijn vinden en zo. Maar wel gewoon stukjes natuurlijk. En meer heb ik niet echt te vertellen. Ik denk dat deze week op zich best wel een leuke weekvlog kan worden. Want ik heb ook nog les. Eerst had ik iedere week les. Nu 1 keer in de 2 weken even een tijdje. Want ja, hè, mijn portemonnee staat het niet toe. Dus ik moest even snel wegstappen. Want ik kwam in het bos een paard en wagen aan met 2 paarden. En er zat een hond bij. Dus ik dacht, oh god, wat gaat mijn hond doen? Maar ze bleef rustig. Dus ja, ik weet niet meer wat ik aan het vertellen was eigenlijk. Oh ja, ik heb dus les deze week. En ja, er gaan vast nog wel andere leuke dingen gebeuren. Want ik heb deze week nog niet zo druk met school. Vanaf volgende week wel weer. Dus ja, ik hoop dat je dit leuk gaat vinden. En dan hoop ik niet dat dit praatje te lang is geworden. Lijkt je leuk dat ik ga weekvloggen doen? Dan zeker dat blauwe duimpje omhoog. En veel plezier met kijken naar deze week. So are you happy now? Things just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty. Pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. All our memories goes on. Flashing up like disco lights on. The dance floor where you are, that's all. Het is vandaag maandag en dat betekent dat mijn week voor school weer is begonnen. Maar gelukkig, jongens, vandaag heb ik nog een beetje een rustdagje. Want ik hoef nog niet zoveel aan school te doen vanaf volgende week. En eind deze week wordt het echt weer super druk. Want mijn proefwerkweek, de toetsweek, komt in de buurt, zeg maar. Wat ik net heb gedaan is een video opgenomen. Echt super lang dat ik echt super lang geleden dat ik een video weer heb opgenomen hier op mijn kamer. Maar als het goed is, staat die al online en hebben jullie die al gezien? Zo niet, kijk dan eventjes
hier in het i'tje en gaan dan zeker even kijken, want het gaat over mijn trainingsschema. En deze week neem ik je natuurlijk een beetje mee, dus kun je ook een beetje zien, in plaats van hoe ik het op papier schrijf, hoe het nou ook in het echt is. Dus ik ga daar naar stal toe en ik ga longeren, want dat had ik bij maandag ingepland. En ja, dat was ik ook van plan, dus deze dag gaat het nog niet veranderen, het schema. Dus ik ga straks naar stal toe, even kijken of ik moet fietsen of dat mijn vader me wil brengen. Ik hoop dat mijn vader me wil brengen, want ik moet dus nu zo'n half uur fietsen. Gisteren heb ik dus balkjes gedraafd. Dat heb je niet gezien, maar wel wat beelden van het rijden. En de aanleiding in het draf ging al zoveel beter, jongens. Echt, het ging gisteren zo goed. Super trots. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En daarom ga ik vandaag ook weer een beetje longeren. Dus het zal wel druk zijn met die kou. En misschien komen er een paar gekke boksprongen. Ik hoop dat ik trouwens wat kan filmen van het longeren. Dat moet ik even kijken, misschien met mijn telefoon of zo. Dus ik ga zo maar even omkleden en dan ga ik zo naar stal toe. Nou, ik ben nu op de stal aangekomen en ik sta even bij Wokkie in de stal. Hallo. Ja, ze krijgen zo eten, dus ik denk, hé, je wil eten. Maar ik ga even snel de poetspullen pakken en de poetsen, want het wordt zo donker buiten. Ik kan wel longeren, want er is een lamp, maar toch vind ik het fijner als we even in het licht nog kunnen longeren. Dus ik ga even pakken. Wil je ook wild? Nee. Nou, poepito. So pretty. Het is nu donderdag, zoals je waarschijnlijk al hebt gezien ergens in beeld. Want meestal schrijf ik het er wel bij. En ik zit niet bij mij thuis. Ik ga niet te veel filmen hiervan, van waar ik wel ben. Maar ik ben aan het oppassen, want iedere donderdagavond pas ik op. Het is dus ook al 's avonds laat. Het is nu bijna 10 uur. En over een half uur komen ze ongeveer. De ouders, de kindjes slapen al. Ik hoop dat ze dit niet horen, maar het zal wel niet. Ik film ook even met mijn telefoon, aangezien mijn camera dus thuis ligt. Maar ik heb eventjes wat bij te kletsen, aangezien ik volgens mij altijd hier niet meer heb gefilmd. Ten eerste heb ik dinsdag niks gefilmd, want toen is mijn moeder dus naar stal gegaan. En mijn moeder is gereden en ging wel heel goed, zei ze. Woensdag had ik les en dat is super. Het was echt super leuk en het ging weer super goed. Jullie hebben stukjes gezien. Wat ik wel nog eventjes erbij wil zeggen is dat jullie waarschijnlijk stukjes hebben gezien van het rijden van zondag. En dat ging wel veel beter dan woensdag. Of in ieder geval, sommige stukjes gingen daar beter. De aanleuning ging zondag beter dan woensdag. Maar dat komt ook omdat op woensdag, als je met mijn les bezig bent, moet ik zoveel dingen tegelijkertijd doen dat ik niet echt... Ja, dan denk ik gewoon te veel na en dan gaat het nooit helemaal perfect. Maar ik heb aan heel veel goede dingen weer kunnen oefenen en weer kunnen trainen nu.
En iets heel erg leuks. Het is trouwens donderdag. Ik ben vandaag niet geweest, want het was een rustdagje. Ik wilde eigenlijk wel gaan naar Stam de manen te knippen en nog even in de paddock zetten. Maar ik ben de laatste tijd zo moe. Het is echt erg. Ik moet nog veel voor school doen. Ik was laat uit. Ik moest dus oppassen vanavond. Dan moet ik iedere donderdagavond ook een beetje geld verdienen, jongens. En ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Maar wat het dus is. Ik ben dus best wel moe de laatste tijd. En we weten niet waardoor het is. Dus ja, we gaan het nog even afwachten. Anders moet ik even naar de dokter of zo. Maar het komt vast allemaal goed. Dus ik ben even thuis gebleven van de stal. Helaas geen dagje stal. Morgen wel weer. Morgen ga ik weer volop rijden en trainen ergens voor. Want ik ga volgende week zondag weer op wedstrijd met Valkyrie. Super veel zin in. Ik had gisteren met mijn lesgeefster over. Of instructrice of whatever. Ik kreeg een commentaar van ja, het is instructrice, geen lesgeefster. Nou, volgens mij maakt het niet heel uit, maar goed. Hadden het dus over dat ik eerst wilde ik volgende week vrijdag weer mee gaan doen. Waar ik ook vorige keer mee had gedaan. Heb je die video nog niet gezien? Kijk even in het i'tje. Maar dan heb je niet echt mogelijkheden om in te rijden. Daar is het wel heel rustig. Dus ik hou meer gewoon van safe, weet je wel. Niet te veel. Niet gewoon lekker klein. Dat ik weet dat Valkyrie het goed deed. Omdat ze daar de vorige keer goed deed. Maar ze zei, misschien kan je beter op een andere locatie doen. Want dan heb je en weer een nieuwe locatie voor als je officiële wedstrijden wil starten. Want ga je waarschijnlijk ook vaak naar een nieuwe locatie. En het is daar beter om in te rijden. Het is groter. Het is op de manege waar ik vroeger heb gereden. Dus dat is wel heel erg leuk. En daarnaast, jongens, maar dat had mijn instructrice niet gezegd. Maar mijn moeder zei, daarnaast is het een bos. Dus ik ga één profiel dit keer rijden en geen twee. En dan kan ik daarna uitstappen in het bos. Want ik ben nog nooit met haar in het bos geweest. Ja, het zijn misschien een beetje veel nieuwe indrukken voor een dag. Maar ik wil het gewoon een keer proberen. Ik ga nu die kans pakken en dan kijken hoe ze het in het bos doet. Is ze rustig, we gaan gewoon lekker uitstappen. Dan gaan we misschien een weekje later het bos in met haar. Dus het belooft echt heel veel leuke dingen, jongens. Nu ken ik Valkyrie. Nu gaan de leuke dingen gebeuren. Ik ga vaker nu met de weg op wedstrijd naar het bos. Superleuk wordt het allemaal. Ik heb heel veel zin in komend jaar. Wat we allemaal gaan bereiken met Valkyrie. Want nu gaat het gewoon weer de goede kant op. En daar ben ik super blij om. Ja, dat wou ik eventjes vertellen. Volgens mij zijn jullie dus nu alweer bij. Morgen ga ik weer lekker naar stal toe en rijden. En dan kijk ik eventjes hoeveel ik van deze week nog ga vloggen. Aangezien ik natuurlijk vorige week vrijdag, zaterdag ben begonnen of zo. Dus ja, dat zullen jullie wel zien. En dan zie ik jullie denk ik morgen weer. Het is nu vrijdag en ik ben weer op stal aangekomen. Dus ik ga even kijken hoe Valkyrie erbij staat. Ik zit nu op Valkyrie. En ik weet eigenlijk niet hoe laat het is. Maar volgens mij heb ik best lang gereden. Ik heb niks van het rijden gefilmd. Want het is niemand met mij mee die even kan filmen. Maar ze deed het zo goed, jongens. Echt, nou ja. In het begin niet echt. Maar ja, het was logisch. Ze is natuurlijk heel koud. Dus bij en ze is 15. Niet dat het oud is. Echt helemaal niet. Want dat vind ik helemaal juist niet. Sommige mensen vinden als je paard 15 is al oud. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat ze het gewoon nog een mooie leeftijd heeft. Alleen het is natuurlijk wel dat de spieren iets langer duren voordat ze warm zijn. Nee, schat? Dus dat duurde even. Oh, mevrouw gaat even poepen. Dus dat duurde eventjes, maar daarna ging het echt heel erg goed toen ze helemaal warm was. Toen ik even lekker gegaloppeerd had en ze altijd dat geluidje maakte. Heb je het zwaar dan? Ja. Maar dat deed ze dus super goed uiteindelijk. En we hebben lekker vriesjes geoefend voor het proefje. Ging ook wel heel erg goed. De aanleuning in het graf ging al stukken beter. Het was heel erg fijn. Knappetje. Oh ja, jullie zien echt allemaal balk hier. Ze hebben heel veel springmateriaal hier. Kom maar eventjes hier op de vocht. En dus als ik straks ga springen met haar, kunnen we hele koetjes ophalen. Dus ik ga er nog eventjes lekker uitstappen. En dan ga ik dus zo lekker afzadelen en krijgt ze een heerlijk worteltje. Oh, soms verstapt ze zich een beetje. Krijgt ze een heerlijk worteltje en mag ze lekker een tutje doen in de stal. Dus ik ben heel erg trots op haar en het ging zo goed. Het is nu zaterdag en ik wil hierbij eventjes de weekvlog gaan afsluiten. Aangezien ik denk dat ik wel genoeg heb gefilmd. Ik ga dadelijk wel weer nog naar de stad toe. Maar ik ga, ja, ik denk als ik nu weer ga filmen is het een beetje hetzelfde. En het is in het weekend altijd best wel druk op stal. Dus als ik dan aan het rijden ben, dan weet ik dus niet
Of er anderen zijn en of ik dan kan filmen. En ik heb natuurlijk vorige week in het weekend ook al gefilmd. Ja, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden deze weekvlog. En ik ga misschien nu wel vaker weekvlogs maken. Of in ieder geval delen van de week. En ik ga dus volgende week op wedstrijd. En ik denk dat ik dat ook wel ga filmen. Want het lijkt me wel heel erg leuk. Gewoon weer ook gewoon voor mezelf dat ik zie hoe het gaat. Of dat ik straks weer terug kan kijken hoe het ging en hoe we dan vooruit zijn gegaan. Dus sorry als je stem een beetje anders klinkt, want ik ben heel verkouden geworden opeens. Ik weet ook niet, maar iedereen op school was ook verkouden. Dus ja. Ik hoop dat jullie deze weekvlog dus leuk vonden. Dan zeker het blauwe duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer hier dan beneden ook op mijn kanaal als je meer weekvlogs wil zien. Ik hoop dat jullie dus ook een beetje hebben gezien hoe het nou op de nieuwe stal werkt. En dat je een beetje hebt gezien hoe de nieuwe stal eruit ziet misschien wel. En ik hoop dat jullie dat ook een beetje leuk vonden. En dan hoop ik jullie snel weer bij een volgende video te zien. Doei doei!